Hallo beste mensen, dit is Zinga weer. Ja, vandaag ga ik iets vertellen over rammelappen. Hoe lapt in Zinga haar rammen? Oké, nou, ik begin altijd te werken van minder vies naar vies. Dus ik doe sowieso altijd eerst de binnenkant van de house rammelappen. En daarna doe ik de buitenkant van de house rammelappen. Ja? Oké, ik pak een microvezeldoekje met een beetje alles reinigen, nat gemaakt. En dan ga ik eerst de kozijnen doen. Ik doe dus eerst de binnenkant, eerst de kozijnen doen. Daarna pak ik eens een, ik heb natuurlijk een emmer met water en een schotje schoonmaakazijn in de water gedaan. Pak ik mijn zeepspons, dop ik in het water. Zo een beetje uitknijpen, ramen doen, ramen insponsen, niet inzeppen, insponsen. Natuurlijk heb ik wel mijn huishoudhandschoenen aan. Ja, zo een beetje. Altijd doe ik zo, 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 zo. En dan ook een beetje rondje maken. Ja, een beetje fitness, weet je. Oké, daarna pak ik de trekker van boven naar beneden werken. Zo netjes trekken. Seamlap. Voor de eventueel de zijkanten van het glas een beetje nog droog te maken. En ja, dat is het zo'n beetje. Soms doe ik zo een beetje trekken zo. Een beetje zo schudden met die water van die trekker afschudden. Of sommige mensen doen ook zo die, die trekker zo aan een doekje afvegen. Dan zou ik wel een theedoek gebruiken. Een oude theedoek. Die je niet in de koker gebruikt en niet de seamlap. Je hebt dure seamlappen, je hebt goedkope seamlappen. Soms is het is zonde als je seamlap, als daar vlekken op komen. Ja, is een beetje zonde, hè? Dan kan je zeggen, ja, maar je hebt toch wasmachine? Ja, maar soms krijg je niet alle vlekken weg, weet je? Dus, oké. Dus ja, je kan dus een microvezeldoekje voor de kozijnen, seamlap voor je glas. En nog een microvezeldoekje voor de trekker af te vegen of voorbij de hand te houden als je die ook nodig hebt. Oké, dan hebben we de binnenkant gedaan. Dan gaan we naar de buitenkant. Weer met de microvezeldoekje. Als je wil kan je natuurlijk weer nieuwe water pakken. Soms loop ik met een microvezeldoekje loop ik even naar binnen, even onder de kraan, even een beetje weer een beetje uitspoelen. Je kan ook twee emmers gebruiken wat je wil, maar het komt erop neer. Als je de kozijnen afneemt, moet je natuurlijk niet in je sopje doen. Of niet in het sopje, want het is azijn, dus het is geen sopje. Maar niet in de water doen waar je ook de ramen mee gaat doen. Oké. Kozijnen aan de buitenkant gedaan. Soms heb je een streep aan de binnenkant van de kozijnen. Een streep die de kozijn verbindt met het glas. Soms is het wit, een soort kietrand. Soms is het zwart, zwarte kietrand. Bijvoorbeeld als je op een droge kruispunt woont, kan dat heel erg vies worden door fijnstof, roet, luchtvervuiling. Weet je? Dus het is heel belangrijk dat je dat ook goed afneemt, zodat als je met je dure seamlap langs de ramen gaat, je seamlap niet zwart wordt. Weet je? Oké, dus we hebben de kozijnen gedaan aan de buitenkant. Lekker weer inzemmen. Ik doe altijd zo. En soms nog een rondje, gewoon voor de beweging. Oké, voor de calorieën te verbranden. Dan doe ik zo trekken, van boven naar beneden trekken. Zo. En dan de hoeken zo een beetje doen met de seamlap. Ja, maar zorg dat de seamlap niet tegen de kietrand aankomt, maar alleen dat je alleen de raam doet. Oké, ja, dat was het. Sommige mensen doen afdrogen met krantenpapier of uien in de raamwater, maar dat vind ik te veel gedoe. Gewoon water en schoonmaakazijn. Klaar. Oké, dit was Zinga weer. Schouders recht, kin omhoog en kijken wat er nog meer voor mooie dingen zijn voor jou in jouw leven. Bye!